het busken in quarantaine. Dus anders dan gewoon. Het is al de tweede aflevering die we in quarantaine maken. Ik in de studio, Nicole buiten. Ja, we kunnen natuurlijk niet met het busken op pad, omdat iedereen binnen moet zitten. Dat doen wij dan ook braaf. Maar ja, we willen toch graag weten hoe het met jullie gaat. Wat jullie zoal bezighoudt. Dat willen we allemaal graag weten. En ook aan de rest van Brabant laten zien. En daarom zijn we er toch gewoon. Ja hoor, Nicole. Kom er maar bij. Ik heb hem. Want het zijn natuurlijk lastige tijden in quarantaine. Bruiloften gaan niet door, verjaardagen gaan niet door. Mensen vinden allerlei creatieve oplossingen. Ik moet zeggen, Nicole, je ziet er lekker uit hoor. Ja, dankjewel. Nicole, ja. Hebben we berichtjes binnen gehad van mensen die jarig zijn? Ja, zeker. Els Reuvers die is vandaag jarig en die wil als cadeautje heel graag dat wij haar zus een hart onder de riem steken. Ze stuurde ook een hele mooie foto mee. Haar zus die heet Dini, dus Dini, bij deze van Els. Een hart onder de riem. Leuk, dan gaan we naar het volgende, Nicole. Want kijk even op mijn blaadje. Ja, Maud. Want Maud die is jarig vandaag. Die wordt 8 jaar. En die krijgt een heel bijzonder feestje. Hallo Maud, gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel. Ja, hoe is het om vandaag jarig te zijn? Zo op zo'n rare quarantainedag. Leuk. Ja, is het leuk? Ja, want ik heb gehoord dat jij een heel bijzonder feestje hebt vandaag. Ja. Wat ga je doen? Wat gaat er gebeuren? Een party. Drive-in party. Iemand moeder staat ernaast. Hallo moeders. Hallo. Hallo. Kunnen jullie eens even laten zien wat er op de achtergrond allemaal gebeurt en ze klaar staat bij jullie? Ja hoor, we kunnen wel eens laten zien, want aan die kant achter komen de mensen binnen. Ik weet niet of jullie de ballonnenboog nou zien. Oh ja, ja, zeker. Dan komen ze aanrijden en dan rijden ze hier die kant op. En dan aan die kant hebben we de tafel staan en daar kunnen de mensen dan een kopje koffie drinken. Krijgen ze een stukje gebak en dan kunnen ze daarna de cadeautjes geven, want dat vindt Maud natuurlijk ook wel heel belangrijk. Ga maar. En dan kunnen de mensen aan de andere kant, via die kant, gaan ze dan weer weg. Dankjewel. Houdoe. 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 Nou, en er was nog iemand jarig. Jazeker, die moeten we niet vergeten. Dat is Rowena's oma uit Mariahout en die wordt 91. En ze kon haar verjaardag dus niet vieren, hè? Net zoals niemand dat kan op dit moment. Maar gelukkig heeft ze een hele lieve, creatieve familie, die oma. Die een polonaise heeft georganiseerd en natuurlijk wel gewoon netjes op 1,5 meter afstand. Nou, dat ziet er prachtig uit. Nou, dat is echt heel erg leuk. Super. Nou, absoluut. Dan gaan we door naar het volgende, Nicole. Want ik weet niet hoe het met jou is, maar normaal eten wij lekker veel bij het busken altijd in de uitzending. En hier hebben we wel geen eten, maar thuis wel. Pasen komt eraan. Ik zit iedere avond lekker paaseitjes te snaaien. En dat zonder enige beweging, want ja, we mogen niet naar buiten. Dus hoe blijf je fit in deze dagen, is de vraag. En daar is ook iemand die daar antwoord op heeft. Jazeker, dat is Sam uit Maden. De oplettende kijker kent Sam misschien nog wel, want hij was Zumba-instructeur in Maden. Daar zijn we een tijdje terug geweest. Daisy is daar toen geweest met Eva op het busken. En we hebben Sam aan de lijn. Daar is hij. Hallo. Hallo Sam. Ja, want jij hebt iets bedacht voor ons. Ja, nou ik zat te denken, hoe kunnen we de Brabanders nu eventjes helpen in deze tijd van quarantaine met heel de coronaboel. Dus ik denk, er moet een bankworkshop komen. Een workshop waarin de mensen zeg maar een beetje fit kunnen blijven terwijl ze Omroep Brabant kijken. Je wil het natuurlijk een beetje mixen met alles wat er gebeurt. Je wil Omroep Brabant op de televisie kijken en je wil toch nog fit blijven. Nou, je begint allereerst met je afstandsbediening in de vijver te gooien. In de vijver? Ja, of in Vissenkom. Want ik ga nu elke keer als ik de tv ga verzetten, moet ik opstaan. Maar voordat ik dat doe, pak ik eerst nog even de kookwekker. Ik zet de kookwekker aan en elke keer als tijdens het televisie kijken de kookwekker gaat, moet je van plaats verwisselen. Op het moment dat ik nu de afstandsbediening niet meer heb en ik wil dus de televisie gaan verzetten, dan sta ik op. Ik loop naar de televisie, ik moet hem met de knopjes verzetten en ja, die hebben jullie ook, alleen dat weten jullie niet. En je verzet hem van volume. Dan ga je weer terug, maar voordat je mag gaan zitten, pak je een dobbelsteen. En die dobbelsteen gooien en die zegt dat ik 3 keer erover moet doen om te gaan zitten. 1, 2
3. Net even gaan zitten. En dan 3 keer. En heel goed. Ja, nog eentje. Oké, we zijn warm. Ja, en nu? Ja, dan ga je even... Ho, de bel. Je moet van plaats wisselen. Heel goed. Op. Daar ga... Oh nee, de pruik. Oh nee. Sorry. Ja, je moet er wel een beetje bevallig uitzien tijdens het fitnessen natuurlijk. Ja, precies. Ja, ja. Helemaal goed. Ja. Oké, dan zit je lekker tv te kijken. En dan, als laatste, denk je, ik heb zin in een snack. Ja, dat denk ik wel vaak. Ja. Dan pak je weer de dobbelsteen. Voordat je de snacks mag gaan pakken, dobbel je. En moet ik 5 keer ja. om de tafel heen rennen. Ja, ja. 1, 2... 3, 5 en dan mag ik mijn snacks gaan pakken. Ja, ik heb het een smokkelrondje, maar lekker snacks. Oh. Dankjewel voor het berichtje en dankjewel voor de uitleg. En houdoe. Succes met de uitzending. Dank je, joehoe. Doei. U, lieve kijkers, jullie hebben hem wel gezien. De kleurplaat. We hebben natuurlijk vorige week al mensen opgeroepen om lekker te kleuren. Eerst op Facebook hebben we dat gedaan natuurlijk. Ja, zoomt u maar even in. Welke camera is het? Vorige week hebben we al een paar prachtige exemplaren laten zien. Maar ja, zo blijkt dat na de uitzending van vorige week zijn mensen zo dol enthousiast geworden dat we echt heel veel leuke, mooie knutselwerkjes hebben gehad. Nicole, praat ons bij. Ja, nee, zeker. En we kregen ook nog een heel leuk filmpje van Milou en Myrthe, want die waren samen aan het kleuren. Ja, dat moet je gewoon even zien. Het is heel leuk. Wat ben je aan het doen, Lou? Kleuren. Wat ben je aan het kleuren? Sorry. Wat ben je aan het kleuren? Ik heb een busje. Nou, lieve. Dat is schattig. Ja, helemaal tof. Ja, en we hebben natuurlijk allemaal mooie foto's binnengekregen van de busjes die mooi zijn ingekleurd en in elkaar gevouwen. En dan waren er nog een aantal dingen natuurlijk, Nicole. Ja, nou, er kwam op de valreep nog een heel grappig filmpje binnen. Dat is wel heel erg leuk. Die kregen we binnen van Vugje76. Haar zoontje heet Jan, die is 5 jaar oud. En die heeft iets heel creatiefs gedaan met de busje. Die rijdt! Potverdorie. Ik denk dat ze de auto onder hebben gezet of met een touwtje. Ja. Ik kon het niet ontdekken, maar ik vond het zo leuk. En had je ook nog een prachtig exemplaar van... Ja, oh, ja. Ja, nee, ja, tuurlijk. Ja, nee, ook de belangrijkste kijker. Ja, de allerbelangrijkste kijker die wij hebben. Ja, van, nou, dan mag je hem ook zelf aankondigen. Ja, nou, dit is ze. Dat is mijn nichtje, Isa. Die zit prachtig te knutselen. En kijk even naar dat busje. Daar rechts onderin. Isa zit zelf achter het stuur. En tante Berit zit ernaast. Dan is het nu tijd, Nicole. En dan wil ik tromgeroffel. Ja, we hebben... We wilden 1 winnaar kiezen, maar het worden in dit geval 2 winnaars. Want er zijn 2 dames zo creatief geweest. En dat zijn Inge en Lieke uit Elshout. Want die maakten deze busjes. Nou echt, als je dit ziet, die hebben... Birgit erin gezet en Hannelore, Daisy zit erin, Christel zit erin, Jordi zit erin. Het busje is helemaal compleet. Nou ja, bijna dan, maar hè, ja, de socials mis ik een beetje. Ja. Maar nee. Jullie krijgen alle 2 een heel mooi buskenpakket opgestuurd. Dankjewel voor deze leuke knutselbusken. Heel erg tof. En ondertussen hebben we contact geprobeerd te leggen met Samantha, want die wilde heel graag videobellen met ons. En volgens mij zit ze klaar. Nou zeker, ik heb er aan de lijn. Hallo, ja, Samantha Brekelmans. Hallo. Hi. Hoe is het? Ja, gaat wel goed hoor. Alleen, wij hebben verstandelijke beperkingen. Hè? Dus met verstandelijke beperking mogen wij al niet veel naar familie en zo. Oh ja. Oh, dat is wel vervelend. Ja, zeker. Dat is zeker vervelend. En wij doen het gelukkig nog wel met het werk, zeg maar, via de Zoom en zo. Mm-hmm. En... ja, via Maxtra, dat is een programma, zeg maar. Daarom krijgen we iedere keer opdrachten. Oh, dan komt het ook een beetje buiten nog dan. Ja, dan krijgen we elke keer opdrachtjes en zo. En dat moeten we dan doen, zeg maar. En iedere woensdag is dan zoomen, zeg maar. Ja, ja, ja. Zeg, Samantha, vertel eens. Want jij zag Nicole op tv net op Facebook. En jij dacht, ik ga ze even bellen. Waarom dacht jij, ik ga als de busjes bellen? Als het dan doen we ze gewoon... Ja, dat vind ik... Ik hou van het programma van Puske. Ik kijk het iedere keer.
Ja, nou wat vind je ervan dat we in quarantaine zitten nu, dat we binnen zitten? Ja, ik vind het niet zo leuk, quarantaine. Niet? Kijk, onder andere mijn stiefmoeder zei ook al... Ja, het is niets, maar ja, het is niet anders. Mijn stiefmoeder zei ook al van, ja, ik werk in het ziekenhuis en ze werkt ook behoorlijk hard. Ja. En ja, evenmeen zoals mijn oude buren. En zelfs mijn moeder doet zelfs voor de oudjes nog boodschappen en zo. Ja, ja, ja. Dus die zijn wel allemaal nog lekker bezig. Maar ja, jij snapt wel dat wij niet naar buiten mogen met dat busje, toch? Nee, dat snap ik wel. Ja, toch. Dan wilde even zwaaien naar ze van, jongens... Ik hou van jullie. Ja. Jongens, I love you. En ik zie jullie gauw. Zelfs, ja, ik hoop in ieder geval dat ik jullie ook gauw een keer zie. Nou, ik weet zeker dat ze er zien, Samantha. Dank je wel voor het bellen. Echt hartstikke leuk. En ja. Lekker rustig aan, geniet van het zonnetje. Is goed. Houdoe. Houdoe. Mijn vader die stuurde een berichtje. Robert Melkers, ken ik helemaal niet. Nee. Maar die heeft een hele leuke hobby en dat wil hij heel graag laten zien. En ik denk dat jij dat ook wel leuk vindt, Birgit. Nou, sowieso vind ik het leuk om jouw vader eens te zien. Nou, dat hè? Is hartstikke goed. En volgens mij hangt hij al, maar hangt hij op zijn kant? Oh, hij hangt op zijn kant? Ja, hij hangt op zijn kant. Hallo, vader van Nicole. Ah, kijk, huh? Daar is hij. Daar zijn we. Nou... Hallo, wat leuk om u eens te zien. Nou, wederzijds, wat leuk. Ja, wat goed. Zeg, ik heb begrepen dat u iets heel erg leuks heeft. Een hele leuke hobby. Dat denk ik wel. Ik zal even hier de radio uitzetten. Ik heb uiteraard Omroep Brabant aan staan. Heel goed. Dat is wat beter. Punten gescoord. Ik restaureer oude luidsprekerboxen. Ah. En dan met name de boxen van het merk JBL. Ja. En hoe ziet dat uit? Laat eens wat zien, wat boxen en zo. Nou ja. Hier ligt er het een en ander. Ja. Nicole, ja. Jij wil natuurlijk wel nog iets tegen je vader zeggen. Ja, maar ja, die kan mij natuurlijk niet horen, dus die bel ik dan na de uitzending wel. Maar ik vind het wel heel cool dat iedereen nou even ziet wat voor hobby hij heeft. Ik vind dat zo stoer. Hartstikke goed. Ja, leuk. Zeker. Leuk, een hele stoere hobby. Ja, ja. Vader van Nicole, ze zei dat ze heel trots is en dat het heel stoer is en dat ze blij is dat iedereen nou de leuke hobby ziet. Nou, hartstikke leuk. Ja, toch? Nou, ja. Dank u wel voor het bellen. Graag gedaan. En ja, tot ziens, Oudoe. Tot ziens, maak er een mooie uitzending van. We doen ons best, zeker. Ja, hoor. Joho. Ah, kijk eens. Jij komt helpen. Nou ja, nee, ik dacht ik kon de uitzending mee afsluiten. Je kon niet helpen? Nee. Oh, nou, dan sluiten we de uitzending maar af. Toch? Wat moeten mensen nog weten? Ja, als jullie iets leuks hebben, stuur dan een berichtje via Facebook. Dat kan via WhatsApp of via Instagram of via de e-mail. Nou, allemaal, want we zijn er volgende week weer. Tot volgende week. Houdoe. Ik ga weer verder dan, hè. Succes. Dank.